welkom bij deze nieuwe video. Ik heb net de hele intro gedaan, alleen mijn microfoon stond niet aan. Ik ga vandaag Miss Lynn make-up proberen. Miss Lynn is voor mij een brand die ik niet echt kende. Hij is voor mij helemaal nieuw. Ik heb nog nooit iets ervan gehad. Ik had het gezien bij de Kruidvat, maar het was me niet per se opgevallen of zo. Maar ik kreeg een aantal DM's van jullie van hey Sa, er is Miss Lynn make-up. En of ik het kon proberen. Dus ik heb met Black Friday allemaal Miss Lynn make-up gehaald bij beautybay.com. Beautybay heeft veel meer Miss Lynn producten volgens mij. Bij de Kruidvat zag ik er niet echt superveel. Het was gewoon een hele kleine collectie. Dus mocht je vandaag iets willen hebben wat niet bij de Kruidvat is, het is er dan sowieso bij Beautybay, want daar heb ik het vandaan. Voor de mensen die Beautybay niet kennen, dat is een Engelse webshop met allemaal heel veel verschillende make-up brands. En het is dus gewoon uit Engeland, dus je kunt daar gewoon makkelijk bestellen zonder douane of whatever te betalen. Ik ben dus vandaag echt extra benieuwd, omdat ik dus nog nooit iets heb gehad van Miss Lynn. Het is een hele betaalbare brand. Het valt een beetje in de Essence Catrice categorie. Dus ja, I cannot wait. Ik heb heel veel producten. Ik heb gewoon zoveel gekocht als wat er was, als kon. Het is niet genoeg voor echt een volledige full face, maar wel bijna. Dus de producten die ik niet heb, die vul ik gewoon aan met make-up die ik al heb hier in mijn kamer. Nou, ik ben dus echt super benieuwd, dus laten we gewoon snel beginnen. Oké, ik ga vandaag zoals bijna altijd weer beginnen met de ogen. Ik heb een heel klein, cute burgundy oogschaduwpaletje. Ik heb dus de make-up gehaald in de Black Friday sale. Ik weet niet of ze nog sale hebben. Dus de prijzen die ik zet in beeld, dat zijn gewoon de normale prijzen. Dus ik heb wel iets minder betaald. Dit is dus echt een super schattig burgundy paletje. Ik haal bijna nooit echt burgundy paletjes. Dus ik dacht, ja, het is wel leuk om voor de verandering een keer gewoon zo'n paletje te halen. De verpakking is ook helemaal in een burgundy kleur. En dit is dan de inhoud, de kleuren. Super mooie kleuren. Er zit ook een kwastje bij, maar die gebruik ik nooit. Het zijn volgens mij allemaal matte kleuren. Er zitten geen glanzende kleuren bij, volgens mij. Ja. Oh, ze swatchen best wel gepigmenteerd. Oké. Ja, het is dus wel helemaal mat. Dus als je houdt van glanzend, dan is het niet het paletje voor jou. Ik ga hier gewoon even een look meemaken, dus laten we even inzoomen. Ik ga beginnen met het primen van mijn ogen met mijn MAC Soft Ochre Paint Pot. Is een hele mooie lichte creamy kleur. Ik ga vandaag denk ik een beetje voor een smoky look. Wow, mijn stem werd ineens heet. En ik ga weer zoveel kleuren als kan gebruiken. Want dan kan ik echt zien wat ik nou echt van het paletje vind. Als ik maar twee kleuren gebruik, dan weet ik het niet echt. Even kijken, ik ga beginnen met deze hele lichte bruine kleur. En die breng ik aan in mijn hele arcadeboog. Dan ga ik in met een beetje gelige oranje kleur. Nou, die kleur valt echt helemaal weg in de andere kleur. Dan ga ik in met deze. Dit is een beetje een zalmachtige kleur. Die breng ik ook weer zo aan in mijn crease. De kleuren vallen een beetje in elkaar weg. Het is nou gewoon alsof ik gewoon één grote kleur heb aangebracht. Terwijl er drie kleuren zijn, maar je kunt niet echt de drie kleuren zien. Dan ga ik in met de echte burgundy kleur, een beetje donkerrood. En die breng ik dan ook een beetje aan in de crease. Ik gebruik nou een iets kleinere fluffy kwast. Nou, van die kleur komt ook niet echt heel veel. Oké. Ik ben nou echt aan het drukken en ik heb echt super veel gepakt om gewoon een beetje kleur te krijgen. Dan ga ik in met de donkere kleur. Deze is een beetje paars. Ik hoop dat daar wel genoeg kleur vanaf komt. Daarvoor gebruik ik een platte fluffy kwast. Nou, die kleur heeft en niet veel kleur, niet veel pigment. En hij blendt niet mooi. Kijk hoe die helemaal zo blijft plakken overal. Wat een KIT paletje zeg. Ik pak weer even de grote kwast om het een beetje in te blenden met alles. Dan pak ik ook maar gewoon een beetje zwart. Pak ik weer die donkere kleur. Ga ik die weer inblenden. Zo, nou mensen, beter dan dit gaat het hem niet worden. Oh mijn god mensen, deze ooglook. Kijk allemaal dit hier. Oh, dit is zo slecht. Dan pak ik weer die rode kleur. En die breng ik dan ook maar gewoon aan over mijn hele ooglid. Dan wordt het gewoon één grote matte smoky look. Kijk dit jongens, ik heb het al aangebracht. Je ziet gewoon niks hier. Ik breng het aan, maar er komt niet echt heel veel vanaf. Kijk dit, oh my god. Er komt gewoon geen pigment. Oh my god, mensen, ik ben er echt aan het ingaan, hè. Ik pak echt, zeg maar, echt veel. En dan breng ik het gewoon gelijk aan. En alles valt hier op mijn wang.
maar er blijft niet echt iets plakken. Dan pak ik ook nog deze lichte creamy kleur. Die breng ik ook nog een beetje zo aan onder mijn wenkbrauwen. Ook een heel klein beetje in de binnenste ooghoeken. Nou, laten we maar heel snel verder gaan. Ik heb van Michelin ook een Black of Precision Liquid Eyeliner Pen. Deze is gewoon zwart en ik hoop dat deze een stuk beter is. Dit is dan de pen. Het ziet er op zich goed uit. Dus ik ga even hiermee een wing maken. Nou mensen, het gaat echt van super slecht naar super goed. Deze is super fijn. Hij is heel erg zwart. Hij brengt gewoon fijn aan. Hij droogt ook mat op. Ik heb er letterlijk niks slechts over te vertellen. Hij is helemaal geweldig. Lekker betaalbaar ook. Daar hou ik van. Nee, echt heel mooi. Ik had het echt zo gedaan. Echt heel erg fijn. I like it. Dan heb ik ook nog een mascara. De Lolita mascara. Deze is lekker zo mooi roze. Dus die ga ik ook proberen. Even die verpakking eraf halen. Dit is hem dan. Van onderen is hij een beetje dik. En dan wordt hij dun naar boven toe. Dus deze ga ik ook eventjes proberen. Ik heb alleen niet echt heel veel wimpers. I'm happy. Oh my god. Ik vind deze ook echt super goed. Hoe vertel ik dit? Hij pakt mijn wimpers echt super goed vast. En hij trekt ze zo omhoog. Ook vind ik het fijn. Want hier is hij zo dun. En dan wordt hij zo dik. Dus wanneer je het zo aanbrengt. Hiervoor is hij dus dun. Waardoor hij zo goed hier in mijn binnenste hoeken komt. En hier is hij weer dik. Waardoor hij ook weer hier gelijk die haartjes ook goed pakt. Dus ik vind deze echt geweldig. Oh my god, ik vind hem echt heel fijn. I like it. Nou, toen met dat oogschaduwpaletje. Ik dacht echt, deze video wordt een flop. Maar tot nu toe, twee goed, eentje slecht. Dan heb ik ook nog nep wimpers. Deze zijn lekker lang, lekker heftig. Dit zijn de 3D wimpers. In de stijl 74. Dus deze ga ik ook eventjes opdoen. Ze zien er niet echt spectaculair uit. Maar ik ga ze toch gewoon proberen. Ik ben benieuwd. Er zit ook lijm bij. Handig, maar die ga ik niet gebruiken. Ik gebruik gewoon mijn Ardell lijm. Ik vind ze niet heel mooi. Ik vind ze ook niet heel slecht. Dat is een beetje mijn mening. Ik had ze slechter verwacht. Ik vind de band alleen niet heel fijn. De band is heel erg dun. In principe is dat wel fijn, want dan valt het niet echt op hier. Maar hij is iets te dun, waardoor hij te flexibel wordt en echt alle kanten opgaat. Dus het kostte me een beetje effort om hem mooi te plaatsen. Maar op zich, ik vind ze niet eens echt heel slecht. Nee. Maar dit zijn niet echt wimpers waarvan ik denk, ja, deze ga ik elke dag dragen. Dat niet, maar oké, ze zijn... Ja, minder slecht dan dat ik dacht. Laat ik het zo zeggen. Maar ja, that's my opinion. En we gaan nou beginnen aan het gezicht. Oké, daar ben ik weer. Ik heb mijn gezicht geprimed. En ik heb ook foundation opgedaan. Want die producten heb ik niet. Wat ik wel heb is een Michelin concealer. Zo heet die gewoon letterlijk. Michelin concealer. Er waren niet echt veel kleuren. Echt like 2 of 3. Ik heb kleur 10. En dit was echt gewoon echt een gok. Want ja, zoals ik al zei, er waren niet veel kleuren. Dus ik hoop dat het iets is. Vast niet, but we will see. Maar misschien wel, we don't know. Met gewoon zo'n normale applicator. Oh, de kleur is op zich gewoon echt goed. En dan uitblenden met mijn beauty blender. Nou, ik vind de concealer niet eens zo slecht. Oké, het heeft een beetje een naturel finish. Niet mat, maar ook niet heel glanzend. Gewoon een beetje in between. Hij blendde gewoon goed uit. Hij voelde ook gewoon fijn aan. De kleur is ook gewoon goed. Oké, nou, dat ging op zich best wel goed. Ik ga even wat poeder aanbrengen, want die heeft Michelin ook niet. Ik ga ook een beetje poeder contouren bij mijn neus en mijn wangen, want ook dat heeft Michelin niet. En dan kom ik weer zo bij jullie terug. Oké, daar ben ik weer helemaal mat en gecontourd. Nou, het gaat op zich best wel goed. Het begon heel slecht, maar ja, tot nu toe gaat het wel weer gewoon goed. I like it. Ik ga even mijn ogen afmaken. Ik doe even een bruin oogpotloodje van Essence in mijn waterlijn. En dan uit dit paletje pak ik alle donkere kleuren. Ik pak zwart, die ernaast en rood. En die blend ik gewoon op mijn onderste wimperrand. Op zich, alle kleuren blenden gewoon in één grote kleur. Dus je gaat niet echt verschil zien. En dan pak ik ook weer de mascara voor de onderste wimpers. Zo, nou is dat helemaal af. Nou ga ik bronzen. Ik heb van Michelin wel een hele leuke bronzer. Die heet Beach Please. Dit doet me echt denken aan alle Benefit make-up. Ik denk ook dat ze een beetje inspiratie daarvan hebben. Daaruit hebben gehaald. En het is een bronzing en contourpoeder. Maar het is gewoon voor mij gewoon bronzer. Dit is de kleur. Kijk, heeft het de naam Barbados Babe.
dat is de naam, I think. En het is een boekje. Heel cute. En dit is dan de bronzer. Hij oogt wel een beetje licht. Ik weet niet of ik een te lichte kleur heb gepakt. But we will see. Ik ga hiermee gewoon even bronzen. Ik vind de verpakking echt super cute. Nou, op zich, de kleur is best wel mooi. Ik vind de bronzer best wel mooi, jongens. Hij is op zich niet echt te licht. Het is wel een beetje een bronzer die aan de lichte kant zit. Maar hij is niet te licht. Hij doet me echt een beetje denken aan de Hoola Benefit qua kleur. Kijk. Ze doen me echt een beetje aan elkaar denken. Ik vind het echt een beetje een dupe. Dan heb ik ook zo'n cute blush. Dit is de Treat Me Sweet Blush. Ook weer zo'n super cute verpakking. Dit is in de kleur Fart. Fart, dat betekent scheet. Maar het met een D. Dus ik denk dat ze wat anders bedoelen. But I'm not sure. Misschien is het gewoon scheet. En dit is dan de kleur. Hier staat op Be My Blush Crush. Ik vind de verpakking echt geweldig. Zo cute. Het is wel een beetje een cheap materiaal. Het is gewoon dat karton materiaal. Maar ik vind het wel echt gewoon echt cute. Misschien is de kleur Be My Blush Crush. Nou ja, ik weet het niet. Maar ik zet het sowieso beneden in de beschrijving. Dus ik ga deze even opdoen. Oh nee, deze blush is echt niks. Het is een glanzende blush. By the way, ik zie ook hier zo een glow. Maar die kleur, er komt echt bijna geen kleur vanaf. Het is een beetje richting grijs. Het maakt het hier een beetje grijs. Nee, deze blush is geen succes. Maar toch breng ik meer aan en niemand weet waarom. Dan heb ik ook nog, ook weer in zo'n cute verpakking, de Glow Forward Strobing Poeder. Oftewel gewoon een highlighter. In de kleur Glow Forward. Het is gewoon een hele lichte kleur. Misschien iets te licht voor mij. Oeh, de... Er komt wel veel kleur vanaf. Oeh, die swatch is niet zo... Oké. Dit is de kleur. Een hele lichte vanille-achtige kleur. Oké, nou die vind ik ook niet zo. Het voelt een beetje aan als krijt. Er is ook niet echt een glow. Het zit ook niet echt mooi op de huid. Je kunt het er gewoon zo afhalen. Nee, het is gewoon nou alsof ik krijt op mijn gezicht heb gedaan. Ik ga het toch alsnog ook een beetje aanbrengen op mijn neus. En in mijn binnenste ooghoeken, zoals ik altijd doe. Ik vind het zo grappig, want alles waarvan ik dacht, dit gaat echt goed zijn, is slecht. En alles waarvan ik dacht, dit gaat vast niet heel goed zijn, is goed. Dan last but not least, een lippotlood en een lipstick. Dit is de Miss Lyn Smooth Lippotlood in de kleur 135. Dus die ga ik even opdoen. Nou, die bracht echt top aan. Veel kleur, veel pigment. Hij is ook zo lekker smooth. Ja, I love it. Ik vind deze heel mooi. Ook de kleur vind ik echt heel erg mooi. Dan heb ik hier ook de Miss Lyn Color Crush Lipstick. Ik heb hem in de kleur Berry Cake Pop nummer 55. En dit is de kleur. Het is een beetje een donkere kleur. Ik wilde weer gaan voor een nude kleur, maar ik dacht nee, we gaan niet in elke video een nude kleurtje opdoen. Ik dacht, ik pak nou gewoon een donkere kleur en die is dan matchy. Met de look. Het is een beetje een glanzend lipstick. En er komt best wel veel kleur vanaf. Ik vind de verpakking ook echt super mooi. Dit is ook echt heel leuk gedaan. Oké, dit lippotlood had echt geen nut. Maar oké, ze matchen niet echt met elkaar. De lipstick, de kwaliteit is echt mooi. De kleur is niet echt een kleur waar ik van hou. Dit is niet echt een kleur die ik draag. Maar dat is gewoon mijn persoonlijke voorkeur. Maar ik vind de kwaliteit goed. Het is wel echt een creamy lipstick. Dus die gaan er wel snel vanaf bij elke scheet. Dus je moet hem wel meebrengen in je tas. Maar voor de prijs, ik vind het echt een goede lipstick. Er komt ook echt veel kleur vanaf. Je hoeft echt maar één keer in te gaan. En er is al gewoon genoeg kleur. Dus ja, dat vind ik echt top. I like it. En dat was het dan. Dat is mijn hele Miss Lyn look. Wat vinden we van de look? Het is echt zo anders gegaan dan hoe ik het in mijn hoofd had. Maar goed, ik vind heel veel goed. Ik vind ook een aantal slecht. Ik ga beginnen met alles wat goed is. En dat is zeker deze pen. Maakt echt een prachtige wing. Deze gaat echt hier bij alles wat ik elke dag gebruik. Deze is echt geweldig. Hij viel. Mascara geweldig. Dit is op dit
punt gewoon echt mijn nummer 1 fave betaalbare mascara. Lippotlood en de lipstick, ook toppie. Ik raad ze zeker aan. De bronzer vind ik ook echt heel mooi. Het is echt een dupe van de Benefit Hoola. En de concealer, verrassend genoeg, vind ik hem ook mooi. Hij dekt gewoon mooi, de finish is mooi, hij deed niks raars, hij creased niet. Hij creased niet. Het enige wat wel echt minder is, is de aantal kleuren. Er zijn echt bijna geen kleuren. Kleur 10 is voor mij echt prima, echt gewoon perfect. Maar ik moet zeggen, mijn huidskleur is een van de meest makkelijke. Qua make-up, mijn kleur zit er altijd bij. Ik ben echt die cliché licht getinte kleur. Dus ja, ik heb altijd wel een kleur. Zelfs als er maar 2 of 3 kleuren zijn. Wat vond ik echt slecht? Ik denk dat ik het niet meer hoef te vertellen. Ik heb echt, volgens mij echt in een jaar of zo, niet meer zo een slecht paletje gebruikt. Hij blende niet, hij is gewoon patchy, er kwam bijna geen kleur vanaf. Alle kleuren blenden gewoon in één grote kleur. Nee, echt waardeloos. De blush is ook echt niet mooi. Te veel glans, maakt alles grijs en er komt bijna geen kleur vanaf. En de glow is ook echt niet mooi. Het voelt aan als krijt. Dat hadden we ook al gezien op die slechte swatch. Deze is ook echt niet mooi. Ik vind het ook niet mooi op mijn gezicht. I do not like it. Dan heb ik ook nog één ding waarvan ik denk, mooi. En dat zijn de nep wimpers. Ik vind ze mooi, maar ik zou ze niet meer dragen. Omdat ze in vergelijking met de rest van wat ik al heb, niet competen. Al mijn andere wimpers zijn echt gewoon veel beter. Maar ik vind ze ook weer niet slecht. Dus het is een beetje een moi. Ja, jij moet bepalen voor jou wat jij ervan vindt. Maar ik zou ze er nou niet per se afhalen of zo. Ik vind ze wel gewoon oké. En ja, dat is het dan voor vandaag. Ik ben toch nog wel blij met de hele look. Ondanks dat de oogschaduw zo'n ramp was. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te abonneren en te liken. Ik plaats hier 2 video's in beeld die je ook kunt gaan bekijken. En mijn gezicht om te abonneren. En dan hoop ik iedereen weer snel terug te zien bij mijn volgende video's. Doeg!